Wetenschap is als een reis. Soms is de bestemming min of meer bekend, vaak is de bestemming onbekend. Dit is een eik. Wat je onderweg tegenkomt, kan belangrijker zijn dan de eindbestemming. We zijn op de Klipperstad Amsterdam en reizen Charles Darwin achterna. Zijn reis en zijn wetenschappelijke bevindingen hebben het beeld van het leven op aarde ingrijpend veranderd. Wat onderzoekers van Charles Darwin kunnen leren is, hij was een rolmodel. Hij ging op een reis, hij wist ongeveer waar naartoe. Hij wist niet wat hij onderweg allemaal zou tegenkomen. En hij wist natuurlijk niet welke fantastische ideeën hij gedurende en door die reis kreeg. Dus op het moment dat een onderzoeker twijfelt of denkt van gaat het wel goed? Darwin ging ook door, dus ik zou zeggen volg het voorbeeld. De relevantie van wetenschap is voor mij in elk geval, maar ik hoop voor heel veel andere mensen, volstrekt duidelijk. Want het is wetenschappelijk onderzoek dat tot kennis leidt over een bepaalde aandoening, over het gedrag van halfgeleiders, over het weer, die vervolgens bruikbaar is. Het verleggen van de grenzen van ons kennen, van wat we weten, dat is vaak heel hard en moeizaam. Als het makkelijk was, dan was het al gebeurd. En dat kan wel eens de indruk wekken dat het werken op de vierkante millimeter is. Maar uiteindelijk, als er een stap gezet is, als er nieuwe kennis is, dan is er een succes geboekt. Nieuwe kennis is uiteindelijk altijd relevant, ook als het nu nog niet te voorspellen is. Er zijn heel veel voorbeelden uit het verleden ook, hè. De eerste mensen die experimenteerden en nadachten over elektromagnetische golven, die deden dat heus niet omdat ze een radio wilden uitvinden. Daar was nog lang niemand opgekomen. En degene die vervolgens de radio heeft uitgevonden, kon dat dankzij het feit dat die kennis er was. Het is geen irrelevant gepruts. Het is altijd met het doel om onze kennis te vergroten. Mardik Leopold is zeevogelbioloog. Hij onderzoekt hoe vogels zich verspreiden in hun zoektocht naar voedsel. Wat we proberen te begrijpen is hoe die vogels die wereld gebruiken. En we proberen ook door de ogen van de vogels zelf de wereld te begrijpen. Dus we proberen te begrijpen hoe dat water hier werkt als het gaat om productie van voedsel. En een van de manieren om daarnaar te kijken is vanuit de ruimte. Dan hebben we temperaturen en chlorofylbeelden. En wat je dan ziet is een soort geordend mozaïek van hele rijke plekken en hele arme plekken. En als je de foto van de dag ervoor legt over de foto van vandaag, dan is dat beeld iets verschoven, maar ongeveer in essentie nog hetzelfde. En dat weten die vogels natuurlijk ook. Die weten dat er goede plekken zijn ergens hier op die zee, die voor ons allemaal hetzelfde eruit ziet. Die plekken die proberen ze te vinden. Begrijpen hoe vogels de wereld zien. Dat lijkt niet direct nuttig. Maar de overheid en het bedrijfsleven gebruiken daarvan afgeleide onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld om de mogelijke effecten van windmolenparken, visserij of zandsuppleties te verkennen. Of neem de luchtvaart. Vogels in vliegtuigmotoren vormen een groot probleem. Het gaat om kennen, dus het verleggen van grenzen van wat we kennen, van wat we weten, van wat we begrijpen. Het gaat om kunnen. Je hebt een computerprogramma nodig om iets uit te zoeken, een computer, een databestand. En natuurlijk heeft de onderzoeker het talent nodig om het onderzoek te doen. Dus het is kennen, kunnen en talent. Ze zijn alle drie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het kennen helpt de wetenschap vooruit, het kunnen helpt de technologie vooruit en het talent is heel belangrijk omdat getalenteerde onderzoekers hun talent kunnen inzetten ook buiten het specifieke onderzoek dat ze gedaan hebben. Ze hebben iets geleerd, ze hebben geleerd een bepaald probleem te formuleren en op te lossen. En die methodiek die kun je dan overbrengen op andere terreinen. Maar het gaat erom dat er onderzoekers zijn die ergens willen gaan waar nog niemand geweest is. Dat is de crux van onderzoek.